Het Openbaar Ministerie is met een onderzoek gestart naar wat zich afgelopen zondag heeft voorgedaan op de concessie van Rosebel Gold Mines, waarbij de gouddelver Virgil Alubutu om het leven kwam. Dat zei minister Stewart Getrouw gisteren in het parlement. Hij verzekerde dat de veiligheid in het gebied gegarandeerd is. Mevrouw de voorzitter, ik moet u aangeven dat er in feite nog geen uitsluitsel is over hetgeen zich precies heeft voltrokken, maar we zijn wel geconfronteerd met harde feiten. De politie heeft afspraken met het bedrijf dat de politie kan worden ingeschakeld wanneer gouddelvers zich buiten de afgesproken gebieden bevinden. En dat is in dit geval ook gebeurd. Uiteraard heeft het Korps Politie Suriname zoals altijd de opdracht om te deescaleren en geen onnodig ingrijpen te doen. Uit de eerste rapportages wordt echter vernomen dat de politie ter plekke niet met één, maar met diverse groepen gouddelvers werd geconfronteerd. Het is nog onduidelijk of de groepen tegenover elkaar de confrontatie zochten of dat het expliciet met de politie was. Er is een onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie om na te gaan of er wel sprake is van rechtmatigheid van het politieoptreden. Ook minister Sergio Akinbote van Natuurlijke Hulpbronnen kwam aan het woord. Samen met zijn collega's van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling heeft Akinbote zich maandag op de plek des onheils georiënteerd. We zijn afgereisd in het gebied om op de eerste plaats te oriënteren, maar daarnaast om onze condolences over te brengen aan de mensen of de nabestaanden, de relaties, de mensen van Bronsweg, van waar de jongeman afkomstig van is, over te brengen. In dat kader hebben we gesproken over de mogelijkheid welke er bestaat om iedere Suriname de gelegenheid te bieden om wat te verdienen. En dat wij in geen geval als regering er zullen toelaten of toestaan dat in deze vorm onregelmatigheden plaatsvinden waarbij zelf een dode valt te betreuren. Minister Sergio Akinbote gisteren in DNA. Hij zegt dat er alles aan wordt gedaan om de rust in Brokopondo te doen wederkeren.